Als je te weinig bloedplaatjes hebt, heb je een trombocytopenie. Je kunt te weinig bloedplaatjes hebben omdat je beenmerg er niet genoeg aanmaakt of omdat er te veel worden afgebroken. Je maakt niet genoeg bloedplaatjes aan doordat je beenmerg het moeilijk heeft en het tijdelijk te weinig nieuwe bloedplaatjes aanmaakt. Dit kan gebeuren als je een infectie hebt, ziekte van vijver, parvovirus, coronavirus of een bacteriële infectie. Of als je bepaalde medicijnen, zoals chemotherapie gebruikt. Meestal herstelt je beenmerg zich vanzelf en maakt dan weer genoeg bloedplaatjes aan. De cellen in je beenmerg die de bloedplaatjes aanmaken worden verdrukt door kwaadaardige cellen, bijvoorbeeld bij leukemie, een vorm van bloedkanker. Omdat de kankercellen steeds meer ruimte innemen, kunnen de goede cellen niet genoeg bloedplaatjes aanmaken. Je bij bepaalde erfelijke aandoeningen te weinig bloedplaatjes aanmaakt, je na een ernstige bloeding ineens heel veel bloedplaatjes kwijt bent geraakt. Dit gaat vanzelf weer over. Je een tekort krijgt als je ineens extra veel bloedplaatjes nodig hebt, bijvoorbeeld na een grote operatie of een ongeluk. Je breekt te veel bloedplaatjes af doordat je immuunsysteem je eigen bloedplaatjes aanvalt. Dat noemen we een auto-immuunreactie. De meest voorkomende vorm is immuungemedieerde trombocytopenie. ITP. Je bloedplaatjes beschadigd raken als je bloed door een apparaat stroomt, bijvoorbeeld tijdens een dialyse, bij gebruik van een hart-longmachine of bij ECMO, extracorporale membraanoxygenatie. Je een vergrote mild hebt, dan kunnen je bloedplaatjes in je mild blijven hangen, pooling, waar ze vervolgens worden afgebroken. Een vergrote mild kun je krijgen door een virusinfectie, zoals de ziekte van vijver, sikkelcelziekte. Of een probleem in je leverpoortader. Ook pasgeboren baby's kunnen te weinig bloedplaatjes hebben, omdat de moeder tijdens de zwangerschap afweerstoffen heeft aangemaakt tegen de bloedplaatjes van de baby, feutale en neonatale allo-immuun-thrombocytopenie, FNAID. Of omdat de moeder afweerstoffen heeft aangemaakt door medicijngebruik, kinidine of bepaalde antiepileptica. Immuun gemedieerde trombocytopenie. ITP. Als je ITP hebt, valt je afweersysteem je eigen bloedplaatjes aan. Je maakt afweerstoffen aan die op je bloedplaatjes gaan zitten, waardoor ze worden afgebroken. Je hebt dan te weinig bloedplaatjes in je bloed. Als je afweersysteem je eigen lichaam aanvalt, heb je een auto-immuunziekte. Dit kun je op alle leeftijden krijgen. Je afweersysteem is voortdurend bezig om ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en schimmels op te sporen en uit te schakelen. Je afweersysteem komt direct in actie als het een ziekteverwekker herkent. Speciale afweercellen, B-cellen, maken afweerstoffen, antistoffen, tegen deze ziekteverwekkers aan. Deze antistoffen passen precies op de receptoren die op de buitenkant van een ziekteverwekker zitten. Een beetje zoals een sleutel in een slot past. Zo worden ziekteverwekkers door andere afweercellen herkend en opgeruimd en word je niet tot nauwelijks ziek. Bij een auto-immuunziekte passen de antistoffen door een foutje ook op eigen cellen van je lichaam. Bij ITP passen de antistoffen ook op de receptoren van een bloedplaatje. Dan wordt dat bloedplaatje ook uitgeschakeld en afgebroken. Hierdoor krijg je een tekort aan bloedplaatjes. Er zijn verschillende vormen van ITP. Als je alleen ITP hebt, heb je primaire ITP. Als je daarnaast ook andere ziekte of aandoeningen hebt, dan heb je een secundaire ITP. Het kan bijvoorbeeld samengaan met de auto-immuunziekte SLE, systemische lupus erythematodes. Daarnaast wordt ITP nog onderverdeeld in hoe lang je al last hebt van ITP. Bij acute ITP heb je er vanaf 0 tot 3 maanden last van. Bij persisterende ITP 3 tot 12 maanden. En bij chronische ITP langer dan 12 maanden.